Andy, alles wat je hier ziet is voor mijn opkomende project. Een RC rupsbandvoertuig. En die gaat best wel bruut worden. Oké, deze kan nu. En de rest gaat vanzelf? Nee, tuurlijk niet. Dat moet ik allemaal doen. Ik moet hem eerst even nullen en dat doe ik op de onderplaat. Zodat als ik tot daar vrees, de onderplaat min of meer heel blijft. En de bovenplaat helemaal doorgevreesd is. Dus zo. Starten. Dan bij de noodstop. Dan gaan we. Het is zo koud hier in de werkplaats. Maar goed, ik heb lekker mijn muts op. Dus het komt wel goed. Maar moment van de waarheid. We gaan ze passen. Dus het idee is één dikke middenplaat. Of straks wellicht twee. En nu eentje van hout, want dat is een goede dikte. Plaat hier. En dan moet er daar eigenlijk ook nog één. Maar voor het passen is dat niet zo nodig. Dus eens even kijken of dat gaat. Zoals ik dat bedacht had. 1 millimetertje groter nog, denk ik. Maar dan zijn we er denk ik wel. Ja? Kijk, die raakt daar en die raakt daar. Dat is goed. Alleen je ziet met die inloop hier, dat hij soms net... Nou, nu pakt hij op de zijkant daar. Dat is op zich niet erg. Dus ik denk dat als ik hem nog een millimeter kleiner maak, maak ik hem 58, dat de sweet spot is. Daar gaan we voor. Voordat ik echt aan de slag kan met het frame, moet ik nog één ding bepalen. En dat is namelijk deze lus. De spacing tussen de vooras en de achteras. Tussen dus het sprocketwiel en het idlerwiel. Dus ik ga de ring hiervan vast frezen. Daaruit kan ik ook nog deze even tijdelijk halen. En dan kan ik dat dus echt daadwerkelijk zo vasthouden om te kijken wat dat moet gaan zijn. Ik heb het wel theoretisch bepaald aan de hand van wat deze omtrek zou zijn volgens de specificatie. Maar voordat ik straks de hele frame gemaakt heb en het niet past, kan ik beter beginnen met deze onderdelen. Deze schijf had dus eigenlijk iets dunner moeten zijn, maar dat heb ik niet gedaan. Dus wat ik ga doen, ik ga er een grote chamfer op zetten met de bovenfrees. Dan zou die wel tot onderin moeten kunnen komen. Het is net dat er hier onderin, dat het een beetje zo loopt. Deze erin. Dat is wel tof, hè, hoe dit eruit ziet. Oh. Dit gaat dus zo ronddraaien. Ja. Ja, het is natuurlijk lastig om echt het midden te vinden van zo'n groot wiel, maar het lijkt wel enigszins te kloppen. Dus dat is mooi. Nu we weten dat deze gaat passen, kunnen we door met het frezen. En daarvoor moet ik dus eerst deze plaat in tweeën choppen. Zo. Kan ik hier de ene zijkant van maken en daar de andere. Past niet in één keer op de frees. Deze video is gesponsord door Online Aluminium. En ik heb Online Aluminium gevraagd of ze dat wilden doen, omdat ik altijd als ik aluminium frees, dan bestel ik dat bij hun. Want op deze website kan je een heel aantal soorten aluminium kopen. Je hebt rondstaf, je hebt vierkantstaf en je hebt plaat, wat ik het meest gebruik om te frezen. En ook in plaat heb je weer allemaal verschillende opties. Je hebt gegoten, je hebt gewalst en dan heb je ook nog gegoten en gefreesd.
En in die verschillende opties heb je nog weer verschillende legeringen met een hele range aan diktes. En het leuke is, je kan dat allemaal op maat bestellen. Zo heb ik dus voor de frame delen die grote platen die we al aan het frezen zijn. Maar voor de wielen had ik wat kleinere stukken nodig. Dan bestel je, voel je gewoon de maat in millimeters. En dan krijg je gewoon de maat zoals je die besteld hebt. Super handig dus, je hoeft geen hele platen af te nemen. Maar je kan wel de meest gekke maten bestellen die je maar wil. En het leuke is, ik heb een kortingscode voor jou. En die staat in de beschrijving. Dus ga je daar bestellen, bij je eerste bestelling krijg je korting. Wie wil dat nou niet? Dus kijk even op de website. Gaan we bestellen. Kijk eens, die is helemaal klaar. De onderkant. Dus die kan eraf. Kan ik hem gaan opramen. En dan hebben we inmiddels al best wel veel. Voor het frame. Wat wel is, deze. Daar heb ik niet op zitten letten in het programma. Maar die heeft hij te klein gefreesd. Dus dat moet ik oplossen in het tegendeel. En dat is dit deel. En nou wil het feit dat ik een frees heb. Dus ik ga hier even 2-3 tienden van afhalen. En dan zou het moeten passen. Opgelost. Hey. De voorkant die is nu nog een beetje saai. Die ga ik mooi maken. Dus deze kant er weer af. Hoop ik. Zo. En dan kan ik deze hier nog even wat gaan frezen. Hier komen wat groeven, mijn logo komt hier. Hier wordt nog een hapje uit. Dit is de laatste van al het frame freeswerk. En daarmee heb ik dus eigenlijk al het freeswerk gedaan voor het frame. Al het grote werk, dat zit erop. Alleen ik moet nog één dingetje doen. Want zoals je hier ziet, zijn die kantjes, die heb ik allemaal niet nagefreesd. Want de platen zijn niet helemaal recht. En zoals je hebt gezien, heb ik ze met dubbelzijdig tape heb ik ze vast gehad. Dus als er een kromming in de plaat zit, dan heeft hij dat meegenomen. En ik heb daar bewust voor gekozen om dat zo te doen. Want het scheelde gewoon heel veel werk. En eigenlijk bijna nergens was die kromming vervelend. Het enige waar je het ziet, is dat je hier ziet dat je chamfer ietsje minder is dan daar. Nou ja, daar kon ik wel mee leven. Maar voor de grote chamfers wilde ik dat niet. Dat de zijkanten niet gechamferd waren en het midden heel erg of juist andersom. Dus dat heb ik besloten niet te doen. En nou wil het geluk dat ik daar iets voor heb. Namelijk dat. En ik heb deze bijvoorbeeld, die heb ik daar al op gedaan. En ja, zo'n kleine chamfer aan de zijkant. Dat maakt toch wel het verschil tussen gewoon, ja, meh en meh. En dan is het nu eindelijk zover. We kunnen met elkaar gaan zetten. Ik heb de frame delen. Ik moet eerst met deze middenstukken beginnen. En daar ligt de rest. En we gaan het als volgt doen. Kijk, we gaan het in elkaar zetten. Maar zoals je ziet, zitten hier nog geen gaten in. Dus we gaan hem in elkaar zetten. Zo. Met twee handen bij voorkeur. Rechtop. Maakt het ook wel makkelijk. En dan gaan we hier die gaten inboren, schroefraad in tappen, vastschroeven. Dus dat doen we on the fly. Laten we gaan.
best wel cool te worden, hè? Ik vind van wel. Het is heel gaaf geworden. Moet je zien. Daar is hij dan. Hier. Hoppa. Een beetje vies natuurlijk van al het vet, maar dat komt allemaal wel goed. Is dat solide? Dacht het wel. Ik ben hier heel blij mee. Hier komt dus een motor in. Daar komt de motor in. Die kunnen er van de buitenkant ingeschoven worden. Elektronica compartiment. Accu's komen hier, luchtcompressor komt daar, luchtreservoir komt hier. En dan komen we hier en daar nog een plaat waar elektronica op gemonteerd kan worden. Zo, ik heb het even voor je neergezet. En dit? Dit is dan hoe het ongeveer gaat worden. Ik heb het frame ook wat verhoogd gezet, dus zoals je ziet is dit wel echt een beetje wat het gaat zijn. En wat is het gaaf, hè? Ik vind het zo vet. Hier moet dan natuurlijk nog mijn logo in gekomen. Nou, hier moet alles nog in. Maar gewoon deze look, dit is toch gewoon robuust, is denk ik het woord dat ik zoek. Ja, robuust. Het is echt, echt heel gaaf. Ik kan niet wachten om hier de motoren in te schuiven, andere componenten, en dan voor het eerst mee te gaan rijden. Tracks liggen nu nog wel wat rond en die worden wat meer zo. Ik denk dat dat nog wel gaver eruit ziet. Maar wat gaaf dit.